Ja, gaan jullie nu eigenlijk informeel, eigenlijk maar officieus nu meedelen? Ja, we promoveren naar het eer. Wat heb jij met AFC Heracles Goldstars? Nou, ik heb qua club het hele voetbal heb ik eigenlijk niet wat meer. Want diegene heb ik niet van mijn vader geërfd. Maar wel, hij gaf me toe te kennen inderdaad van ze richten een nieuwe club op, de Old Stars bij AFC Heracles. En nou ja, goed, ze waren nog wat tenues nodig, et cetera. Nou ja, goed, en het feit, ik bedoel, dat die mensen daar met een mooie club bij elkaar zitten en mooie dingen doen. Dat vind ik dus wel wat. Dus daar heb ik wel wat mee en zeg van nou, vandaar dat we dus de beslissing hebben genomen van we steken ze helemaal mooi in de kleding. Vanmorgen hebben we toch weer iets nieuws meegemaakt en dat wil zeggen dat de hele groep van de All-Stars in een nieuwe tenue zijn gestoken en die is beschikbaar gesteld door Preston Palace. En dat betekent dus dat jullie de piek fijn bij gaan lopen, want het is wel een hele grote groep. Ja, ik denk dat wij de All-Stars bij AFC Heracles, ik denk zo'n beetje de grootste, zo niet op één na de grootste wel van de hele regio Twente is. En om meer dan 40 mensen te kleden, mogen we Preston Palace alleen maar dankbaar voor zijn. Dat betekent dus, 40 mensen, dat jullie meer dan één team hebben? Ja, maar dat is afhankelijk van de gezondheid van de mensen. Maar wij kunnen 2, 3 elftallen kunnen wij op de benen krijgen als er een toernooi of een wedstrijd worden gespeeld. Maar het is geen verplichting om deel te nemen aan een wedstrijd. Dat is gewoon allemaal op een vrijwillige basis. Jij zegt dat ligt een beetje af van de gezondheid. Jullie hebben spelers die jong zijn, maar ook spelers die oud zijn. Wat is de jongste en wat is de oudste? Nou, de jongste zal ongeveer 67 jaren jong zijn, maar voor ons is het al een beetje oud. Maar in ieder geval, nou, en boven 67 gaat het al richting 78, klein, bijna 80. En iedereen is daar nog steeds elke woensdag aanwezig. En als men niet kan voetballen, dan is men hier gewoon voor de gezelligheid aanwezig, voor het sociale aspect. En niet onbelangrijk, maar dat zal jou ook wel bekend zijn, de derde helft na een wedstrijd, dat is hier ook altijd gezellig. Goed. Nou.